Flowfit medicijn. Het kost maar heel weinig tijd, maar het helpt enorm. Oké, zet je voeten ietsje open. Maak lengte in je lichaam. Til je borst wat op. Je kin wat in. En maak je lang. Adem diep door je neus in. En blaas het uit. Nog een keer. Adem diep in. Schouders laag, handpalmen wijzen naar elkaar. En blaas het uit. Draai je schouders op en ontspan. En op. En laat los. Op. En als je loslaat, kijk naar rechts. En weer midden. Op. Als je loslaat, kijk naar links. En op. Kijk naar rechts. En op. Kijk naar links. Kin naar je borst. Schuif je kin naar je rechterschouder. En naar je linkerschouder. En weer naar je rechter. En weer naar je linker. Laatste keer naar rechts. En naar links. En kijk weer naar voren. Buik intrekken. En laat je buik los. Trek je buik in. En doe dit nou op je ademhaling. Als je buik los is, adem je in. Trek je buik in. Adem uit. Adem in. Losse buik. Adem uit, trek je buik in. Adem in. En blaas uit. Laatste keer, adem in. En blaas uit. Handen op je heupen, maak een cirkeltje met je bekken. Probeer daarbij je hoofd zo stil mogelijk te houden. En nu ga je groter en laat je hoofd maar gaan. Grote cirkel met je bekken. En terug. Hou die lengte wel in je rug. Hi. Doe je mee? En naar het midden. Nu knijp je billen. En laat los. Buik intrekken, knijp je billen. En laat los. Buik intrekken, knijp die billen. Dan gaat je staartbordje naar de grond wijzen. En laat los. Buik in. Knijp die billen. En laat los. Laatste keer. Buik in. En laat los. Handen op je bovenbenen. Maak een bolle rug. Helemaal je kin naar je borst. En een holle rug. Billen naar achter. Borst op. Weer bolle rug. Adem uit. Holle rug. Adem in. Bol. En adem in. En adem uit. Laatste keer. Adem in. En adem uit. En nu een rechte rug. Dus niet hol, niet bol, maar recht. Dan gaan we kwispelen. Helemaal die billen naar rechts, billen naar links. En draai. Draai. En dan naar het midden. En maak nu een ronde rug. Helemaal je kin naar je borst. En kom maar omhoog. Gaan we zijwaarts buigen. Zijwaarts buigen. Maar hou de lengte. Dus niet hier kort in hangen, maar lengte houden. En buig opzij. Adem wel regelmatig door. Laat je hand omlaag schuiven. Richting de zijkant van je knie. En blijf even aan de rechterkant. Dus als je dus hier bent, is de zijkant aan de rechterkant is heel kort. Maar de zijkant aan de linkerkant is lang. Rek die spieren, heel bewust. Rekken, rekken, rekken. Eventueel je elleboog omhoog. Let op dat je je hiel niet gaat optillen. Ik zag het wel. En terug. Andere kant, hang opzij. Dus heel bewust, de linkerkant van je buikspieren zijn kort. En de rechterkant is lang. Eventueel je elleboog optillen als je dat wil. Ademhalen. En weer terug. En dan gaan we weer door. Zijwaarts buigen. Goed doorademen. En dan naar het midden. Dan laat je ribben zakken naar je heupen. En weer optillen. Je ribben naar je heupen laten zakken. Maar als je dat doet, ga dan niet met je billen naar achter. Want dan gebeurt er hier niks. Dus je billen blijven stil, je bekken blijft stil. En je laat je rib zakken naar je heup. En
Til je ribben nu omhoog. Kijk omhoog. Schouders mooi laag. En weer terug. Draai je schouders. Oké, dan gaan we ruimte maken tussen de wervels en je bovenrug. Armen opzij. Zet je ene elleboog in de andere. Als het echt niet gaat, dan doe je ze gewoon dicht. En probeer nu, dan voel je al dat die rek komt aan de bovenrug. En probeer zo je armen iets op te tillen, zonder dat je je rug naar achter brengt. Dus til je ellebogen naar voren en weer terug. En optillen en terug. Als je optilt, adem je uit. Dus adem eerst in, til op en blaas uit. Adem in, blaas uit. Adem in, blaas uit. En ontspan maar. Handen op je bovenbenen, kwispelen. Dan ga je niet heen en weer met je billen, maar echt alleen de onderkant van je wervelkolom. Dus je staartbordje wijst naar rechts en naar links. En als je zo staat, zak niet in je schouders weg. Duw jezelf eruit. Lange nek. En dan naar het midden. Maak een ronde rug. En kom maar omhoog. Eén knie schuin op. En wissel om. Schuin op. Wissel om. Draai. En draai. Dus je moet proberen de bovenkant van je wervelkolom stil te houden. De onderkant draait. Als het kan, doe je het sneller. Maar langzaam is ook goed. En laat het maar staan en rol langzaam af. Elke keer als je uithangt, komt er ruimte tussen de wervels in je rug. Ontspan je nek, laat je armen hangen en goed doorademen. Blijf zo hangen. Nou buig één knie en wissel om. En wissel. En wissel. En de laatste, buig je knieën allebei en rol weer langzaam op. Laat je armen bungelen. En rol op. Kijk naar rechts, kijk naar links. Kijk naar rechts en naar links. Nou, je hoofd opzij, helemaal naar rechts. Dus laat je de zijkant van je nek rekken. Duw je schouder omlaag. Weer terug. Lengte maken. Dus je kruintje is het hoogste punt. Je kin is een beetje in. En dan gaan we naar de andere kant. Hoofd opzij. Schouder omlaag duwen. Doorademen. En weer terug. Schouders op. En ontspan. En op. En ontspan. Nou, buig je armen. En nu open. Trek je schouderbladen naar elkaar toe. Vingers gaan terug, pinken bij elkaar. Trek je duimen naar achter, schouderbladen naar elkaar toe. En als je armen nu terug gaan, gaan je schouderbladen weer van elkaar af. Probeer heel bewust te denken wat er in je rug gebeurt. Handen open, trek je schouderbladen naar elkaar toe. En weer pinken bij elkaar, schouderbladen gaan dan weer van elkaar af. Laatste keer, open. En weer terug. Handen weer op je knieën, maak een bolle rug, kin naar je borst. En een holle rug. En weer bol, kin naar je borst. En hol. Bol, kin naar je borst. Maar nu ook heel bewust je buik helemaal intrekken. Trek in, nog verder, nog verder. En weer ontspannen. En de laatste keer. Bolle rug maken. En kom maar omhoog. Eén arm schuin voor je. Pak vast bij je schouder en masseer dan met je duimmuis naar je elleboog toe. Vanaf je schouder naar je elleboog. Pink is laag, hè? Vanaf je schouder naar je elleboog. En dan kijk over je schouder. Ademhalen. Zo voel je ook weer alle spiertjes aan de bovenkant van je rug worden gerekt. En bij je schouders en je nek. En andere kant. Arm schuin voor je. Begin met je duimmuis tegen je schouder te drukken. En dan duw je zo richting je elleboog. Nog een keer, begin bij je schouder, ga naar je elleboog. Drukken, masseren. En de laatste keer, die
trekt eigenlijk je arm wat meer naar je borst toe. Maar draai niet mee, draai juist tegen. Kijk over je schouder. Schouders laag. En ademen. En weer handen op je bovenbenen. En dan gaat hij weer een bolle rug maken. Kin naar je borst. En een holle rug. Billen naar achter. Schouders laag. Bolle rug. En een holle rug. En de laatste bolle rug. En kom maar omhoog. Schouders op en ontspan. Op en ontspan. Los nou één voet naar voren. Buig je standbeen een beetje. Ga naar voren met een rechte rug. Billen duw je naar achter. Je hiel in de grond. En rechte rug omhoog. Andere kant. Hiel voor. Standbeen is een beetje gebogen. Ga naar voren. Rechte rug. Lengte maken. Ook je schouders mooi laag. En weer terug. Dan ga je ruggen van je hand tegen elkaar brengen. En probeer dan voor te stellen dat je je sleutelbeenderen smaller maakt. Naar elkaar toe drukt. En nu ga je je handen openen en de sleutelbeenderen breed maken. Borst op, kijk omhoog. Nog een keer. Rug van je handen naar elkaar. Sleutelbeenderen smal maken. En dan openen, sleutelbeenderen breed maken. En de laatste keer naar elkaar toe. En van elkaar af. En maak weer een cirkel met je bekken. Andere kant op. Dit is een grote, lekkere losse. En hou het nu weer stil. En nu een heel klein cirkeltje. Heel klein. Andere kant op. En dan weer schuin je knie. Schuin op. Laat je armen maar tegengesteld gaan. Schuin. En als je je knie niet op wilt tillen, tik je gewoon je voet voor. Dat veroorzaakt ook die draai in je onderrug. Draai en draai en draai. En dan de knie naar je borst. Trek in en wissel om. Trek in. In. En in. En ontspan maar. Als je kan, pak je vingers achter vast. En anders pak je een t-shirt vast. Trek het omlaag. En nu omhoog kijken. Je rugspieren worden korter. Je buikspieren worden langer. En terug handen op je knieën. En nu weer een ronde rug maken. En ontspan. En een ronde rug. En ontspan. En de laatste keer. Ronde rug. En kom maar omhoog. En dan maak je lang. Adem diep door je neus in. Rek je buik. En blaas het uit. Adem in. Pak één pols vast. En trek hem uit en over je hoofd. En terug. Ontspan even. Laatste keer. Pak je pols vast. Trek hem uit. Over je hoofd, rek de zijkant van je lichaam. En los. En ontspan maar. Tot straks. Want je ging het 3 keer per dag doen, toch? Succes.